Bij de Liga, dames en heren, we focussen deze keer op het Jan Breydelstadion met dit weekend Racing Genk Club en Cercle Anderlecht. Beginnen doen we aan de groen-zwarte zijde van Jan Breydel. Cercle staat na 10 speeldagen terecht op de 3e plaats in het klassement. De jongens van Glen de Boek die brengen echt wel knap voetbal alom geprezen. Maar met Anderlecht komt toch wel de eerste topper op bezoek hier op Jan Breydel. Toch een beetje een vuurproef dus. Jeroen Sap trok met gewezen Cercle en ook Anderlecht coryfee Wim Koolman naar de training van Groen-Zwart. Wim Koolman, ondertussen 47, loopt nog eens naar het trainingsveld van Cercle Brugge. 27 jaar geleden kwam hij als piepjonge amateur over van Oud-Beierland. De jeugdtrainer Ronald Rottier, die ging op vakantie in Luxemburg en die heeft er zo ook een kennis vanuit mijn dorp leren kennen. Ze gingen eigenlijk een beetje joggen samen. En zo kwamen de contacten en ik speelde op dat moment in Holland bij de amateurs. En die heeft me dan een jaar in de gaten gehouden. En dan een keer gevraagd of ik 4 dagen kwam testen. En zo is het eigenlijk begonnen. Koolman moest opboksen tegen vedetten als Didier Six en Seurus Koff, maar kreeg toch gauw zijn vaste plek. Hoogtepunt van die eerste passage bij Cercle was de bekerfinale tegen Beveren. Cercle Brugge start met Koolman. En dat betekent 1-0 voor Cercle. Lambrecht, missen is eruit. En een mist. En dat is Cercle. Dat bekerwinnaar is in volgend seizoen Europees speelt. De topclubs hadden al vlug oog voor de balvaste Nederlander. Maar toch bleef hij 8 jaar bij Cercle. Ja, Koolman bij de arm genomen. En strafschop. Misschien had ik wel enkele jaren vroeger kunnen gaan, had ik eerder een manager in de hand genomen. Maar ja, dat is verleden tijd. En toen in de tijd spraken ze ook ieder jaar van dat ik naar Club Brugge zou gaan. Maar ja, dat is dan toch niet doorgegaan. Eigenlijk had ik dan, op het moment dat zij wel interesse hadden, had ik eigenlijk al getekend en veranderd. Nu niet, ik heb dat beklaagd, zeker niet. Ook bij Anderlecht paste hij zich vlug aan onder invloed van Remo Goedals. Die legde niet zodanig veel druk op het aftal. Dat was eigenlijk zijn grote kwaliteit, dat iedereen relaxed was. De druk een beetje afhield van ons. En dan voelde mij wel direct op mijn gemak. Natuurlijk, je moet toch presteren en keihard je best doen. Dus ik stond eigenlijk van het begin in de basis. Dus ik heb dat een jaar of 6 voor gehouden. Succesvolle jaren, want u hebt er heel wat prijzen gepakt. Inderdaad, ik heb er ook denk ik 3 keer kampioen geweest. En 3 keer de bekerfinale gespeeld. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. Een liesblessure maakte in 1994 een einde aan zijn Brusselse periode. Koolman werd betrokken in de transfer van Wever naar Anderlecht. Koolman zelf maakte de omgekeerde beweging. 4 seizoenen zou hij nog de groen-zwarte kleuren verdedigen. Op mijn 300ste wedstrijd in mijn laatste seizoen ben ik geblesseerd geraakt en ben ik geopereerd aan mijn kruisband en aan mijn meniscus. En eigenlijk een maand achter mijn kruisband had ik dan een steking gehad ook, een ziekenhuisbacterie. Had ik misschien fit geweest voor het nieuwe seizoen, had ik misschien nog een jaar bijgedaan. Maar ja, ik heb 8 jaar profvoetballer geweest. Het was eigenlijk mooi genoeg. Koolman volgt Cercle nog altijd op de voet. Ook hij is toch wel verrast door de hoogconjunctuur. Voetbal is soms een beetje chemie eigenlijk, ja. En ineens klikt dat wel, hè. Ik had eerlijk gezegd wel, zoals velen denk ik, mijn twijfels door dat groen daar. Ik zei de centrale middenvelder. Maar ik denk dat dat nu goed ingevuld is. Srebrenikov die ook in zijn tweede jaar ingeburgerd is, met Hazi erbij. Enkele jongeren die wat gegroeid zijn en die in feite nog een groeimarge hebben. Dus eigenlijk kan het nog beter. En er is toch ook de figuur van Glen de Boek. Die maakt daar ook een onderdeel van. Hè. Dus een goede mengeling van spelers. Spelers die kunnen scoren, een goed middenveld. Spelers die de bal kunnen vasthouden. Ervaring, ervaren spelers. En dan een trainer die natuurlijk ook op niveau gespeeld heeft. Weet wat er moet gebeuren.
en op de boel, ja, de boel scherp houden. Hè. Zondag staan zijn beide X-teams tegenover elkaar in een onvervalste topper. Kooijman hoopt toch ergens op een nieuwe Brugse stunt. Ik hoop dat ze geen schrik aan hebben, dat ze gewoon vrijheid van spelen. Natuurlijk wel overstandig aanvallen. Verdedigen als moet, maar aanvallen als het kan. Hè. Het zijn gouden tijden natuurlijk voor Cirkel Brugge, maar hoe lang kunnen ze blijven duren? Ja, het is daarvoor dat de trainer natuurlijk belangrijk is, dat hij de boel scherp houdt. Dat alleen de cirkel niet te gauw weer moet terugvallen van we hebben nu punten genoeg. We moeten niet content zijn met die 10 wedstrijden. Ze moeten gewoon proberen van een heel seizoen, een mooi seizoen te maken. Dus nooit alleen van week tot week leven niet content zijn met als ze nu van winnen van Anderlecht, mag je daar een dag mee gelukkig mee zijn, maar dan moet je weer naar de volgende wedstrijd toe leven. En dat gaat dan waarschijnlijk Club Brugge zijn. Van cirkel naar club, het is niet alleen hier, maar